Hem van een weekend. Maar eerst gaan we even onze eigen week doornemen, want er is natuurlijk weer van alles gebeurd. Tenminste, daar gaan we vanuit. Is er wat gebeurd in jouw leven deze week, Imke? Nou, niet veel. Nee? Dus ik heb ook maar echt een inimini dingetje wat ik ga vertellen. Oh, is dat zo? Oké. Mand. wie wil te beginnen? Jij mag beginnen, Imke. Ik mag altijd beginnen, maar is goed. Ja. Ga ik weer beginnen. Ja. Eigenlijk wat ik heb meegemaakt, wat ik gewoon heel erg leuk vond. Ik was door het centrum aan het lopen en het was net de dag het zonnetje begon te schijnen. Maar ik weet niet welke dag het was, maandag of zo, zondag, nou, whatever. Ja. Zonnetje begon te schijnen, ik liep buiten en ik was tikkeltje chagrijnig. En toen was er dus een heel klein meisje en die zat bij de moeder achter op de fiets. En die keek helemaal op naar mij en die was helemaal aan het lachen. En toen dacht ik, lach ze nou zo naar mij? Dus ik lachte terug en toen ging ze helemaal zwaaien. Nou, en toen was mijn dag helemaal goed. Eigenlijk... Het hoogtepunt wat ik heb meegemaakt de afgelopen week. Die was jou gewoon een beetje belachelijk aan het maken, denk ik. Ja, misschien was kijken, jongen, daar loopt. Kop. En ik dacht echt, oh, zo lief. Nou ja, ik ga dan gelijk wel even door op die van mij, want die slaat er een beetje op. Ik vond inderdaad het weer ook wel weer heel prettig, een beetje om uit die winterdepressie te raken. Mm-hmm. Maar toen was er iets anders aan de hand, waar ik even niet zo op gerekend had. Wat er gebeurt bij mij als het weer lekker weer wordt, dan begin ik gelijk weer te kutten met mijn allergieën. Oh, ja. Ja, dat is echt waar. Ik ben echt enorm allergisch voor alles wat struiken en bomen betreft eigenlijk. Vroeger moest ik altijd iedere week naar het ziekenhuis om daar een spuit voor te halen. En dat komt nu gewoon weer keihard terug. Het is gewoon weer echt intens. En ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat ze er ook last van hebben. Het is dus pollen en hooikoorts en zo. Maar zijn het er een paar of heb je echt last van allergieën? Maar ik heb wel, een vriendin van mij heeft dat dus ook, maar die laat dan van dat tape op de rug plakken. En dat helpt bij haar supergoed. Ja, ik heb er wel medicatie voor. Zij ook. En nu, ook wel, maar... dat tape, dat, nou dan is ze helemaal... Ja, ik heb dus ook wel eens gehoord dat je een bepaalde thee, niet tape, maar een thee kan drinken. En dat je er dan ook vanaf kan komen of zo. Maar ik heb dus even voor de mensen die daar ook last van hebben, even wat tips opgezocht. Oh, wauw. Ja, want dat is misschien ook wel nuttig. Er staat hier, lucht uw huis in de vroege ochtend en late avond, dan is de hoeveelheid stuifmeel in de lucht meestal het laagst. Plaats een pollenhor. Dit is een speciale hor die zorgt dat er geen pollen naar binnen komen. Droog uw was liever niet buiten. Het stuifmeel kan eraan blijven kleven. En de laatste, soms helpt het als u buiten een zonnebril draagt. Het stuifmeel kan uw ogen dan minder snel irriteren. En doe jij dat of niet? Ja, zonnebril wel. Oh, ja, altijd overdag in ieder geval. Als het een beetje waait, dan ben ik al gelijk helemaal doodziek. Dus dat eigenlijk. Het lekkere weer neemt ook dat soort irritaties met zich mee. Rick. Maar waar gaat jouw little hem nou naartoe? Ja, naar het lekkere weer, maar ook wel even een kritische noot naar die kutallergieën. Nee, maar dat is geen hem. Dat is, nee, dat is wel weer. Positief, hè? Ja, nee, ja, nee, nee, ja. Dan gaan we naar het lekkere weer. Dan twee keer het lekkere weer deze avond. Nee, maar ging je naar een kindje? Ik ga naar een kindje, hè? Ah ja, tuurlijk. Die naar mij lachte, of mij uitlachte. Ja, heb ik denk ik nog wel de meest serieuze little hem van deze week. Nou, dit was heel serieus, hoor. Nee, vind ik niet. Mijn little hem van deze week die gaat naar een bepaalde Nijmegenaar. Namelijk de Nijmegenaar Ton Teunissen. Oh. Ja. Ik ken hem voor deze week niet. Ik heb hem deze week soort van leren kennen. Wie is dat? Het heeft te maken met het feit dat afgelopen dinsdag... was het precies 40 jaar geleden dat de Piersonrellen plaatsvonden in Nijmegen. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan hebben we van het RNT even maandag een korte special opgenomen. Als een soort herdenking, zeg maar. En dat was, zeg maar, een soort van... lang interview met die Ton Teunissen. En die nam ons mee door de binnenstad heen van waar het allemaal gebeurd is. Ja. Want Ton die was 40 jaar geleden politieagent tijdens de Piersonrellen. Die heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. Die zat er middenin als het ware. Dat was dus op 23 februari 1981. En hij heeft dus zijn verhaal verteld als agent zijn. En dat vond ik best wel een bijzonder verhaal. Als je terug wil kijken, ga even naar het YouTube-kanaal van RN7. RN7 Online is dat. Dan kun je de hele uitzending zien. Zijn boodschap binnen zijn hele verhaal was... wat er ook gebeurt en in welke positie je ook bent... blijf altijd zelf nadenken over wat je doet. Hij zei van, ja, ik krijg als agent allemaal opdrachten... maar ik vind het ook belangrijk om na te denken van... sta ik hier wel achter? En ik kan wel, zeg maar, opdrachten blijven uitvoeren... maar ben ik het wel mee eens? Ja. En ook een stukje menselijkheid als agent zijn... dat vond hij heel belangrijk. Hij zei, gaf als voorbeeld, waren heel veel agenten van hogere hand, zeg maar...
die bepaalde situaties heel, ja, volgens hem niet goed aanpakte, zeg maar. Waardoor de uitwerking ook minder goed was. Hij was meer echt zo'n typische wijkagent die dan, als er ergens een conflict was, zei van, goh, hey, even een kopje koffie voor me, dan gaan we er even over kletsen. En dan komt altijd goed. Mooi. En ik heb heel even een klein fragmentje mee van het interview. En dan gaat het meer over dat stukje van zelf blijven nadenken. Ton Teunissen dus. Even opstarten. Komt-ie. Ben je bang geweest wel eens, Tom, toen jij hier stond als agent? Ik ben niet benauwd of bang geweest, maar wel... Ik begon wel na te denken. Waarom doe ik dit? Ik ga van allerlei dingen oplossen. Ik krijg orders, maar het is geen 40-45. Dus ik zeg niet van, ik doe het maar gewoon. Waarom doe ik dit? Sta ik erachter wat ik doe? Dat is net als toen de tijd die folders gegooid werden uit de lucht. Van, wordt er maar molotov gegooid en gaan we scherp schieten? Ja, dat doe ik nooit nog mee. Je gaat niet op je eigen volk schieten. Dat is dus de grens waar je over sprak van, zo ver ga ik niet. Nee, zo ver ga ik zeker niet. Ton Teunissen dus, die het had over de Pierson-rellen die deze week 40 jaar geleden plaatsvonden in Nijmegen. Maar als ik het zo hoor, dan kan ik het misschien wel samenvatten als een hele belangrijke les. Zeker als agent zijnde moet je altijd je eigen morele kompas volgen. Wat vind ik zelf oké? Waar sta ik zelf achter? Nou, ik vind het een mooie boodschap. Ja, ik vond het ook bijzonder. Ik vind hem heel mooi. Ja. Nou, kunnen we daar mooi mee afsluiten. Prima zeg. Nieuwe muziek dan nu op RN7 bij Him for the Weekend van Amy McDonald. Mooi, fire. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Leuk. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.